14 september kunnen we weer wat rubber verbranden op het digitale asfalt, want dan komt een nieuwe telg uit in de reeks van de crew, genaamd de Crew Motorfest. Nu kon ik het afgelopen weekend uitgebreid met de beta aan de slag en heb ik de game al eens goed aan de tand kunnen voelen. De Crew Motorfest is net als voorgaande games ontwikkeld door Ubisoft Ivory Tower. In voorgaande titels konden we met verschillende knappe bolides door Amerika heen racen. Deze keer hebben ze dat ingeruild voor een eiland genaamd Oahu, dat in Hawaii ligt. Op het eiland vindt het Motorfest plaats waaraan wij deelnemen en daardoor met verschillende voertuigen het kunnen opnemen tegen andere racefanaten. Na de openingscinematic hadden we de keuze om deel te nemen aan 5 verschillende playlists die de beta te bieden had. Zo was er Made in Japan, Hawaii Scenic Tour, Porsche 911, Electric Odyssey en Vintage Garage. Elke playlist, zoals je al kan horen aan de namen, geeft een bepaalde soort auto's waarmee je kan racen. Zo rijd je bijvoorbeeld in de Vintage Tour met klassieke oldtimers, terwijl je in de Electric Odyssey met de meest recente elektrische wagens over het asfalt kan scheuren. Ook geeft elke playlist andere evenementen om te doen. Zo was er bijvoorbeeld in de tijd van oldtimers natuurlijk geen GPS aanwezig en moesten we aan de hand van foto's onze route weten te vinden. Tijdens de Scenic Tour werden er foto's genomen van de prachtige omgevingen waar we doorheen reden. Hierdoor is er genoeg afwisseling tussen de verschillende playlists. De Crew Motorfest is deze keer weer voor de open wereld aanpak gegaan, net zoals voorgaande delen dit deden. In de wereld zijn er buiten de races dan ook verschillende activiteiten te doen, terwijl je van de ene race naar de andere rijdt. Zo heb je flitspalen waarvoor je een bepaalde snelheid moet halen, of moet je slalommen tussen paaltjes over een bepaalde afstand. En zo moest ik ook soms binnen een bepaalde tijd wegraken van een tegenstander door heel snel te rijden, zodat hij je niet kon bijhouden. En dit zijn nog maar een paar extra activiteiten die je kan doen. Er valt nog veel meer zelf te ontdekken in de spelwereld. De meeste activiteiten kennen we wel van andere racegames, wat ze niet minder leuk maken om te doen. Genoeg content dus om je urenlang zoet te houden. Super realistisch is de game zeker niet. Maar als je van een leuke arcade racing game houdt, dan ben je bij de Crew Motorfest op de juiste plaats. Alle auto's voelen dan ook fantastisch aan om mee te rijden. Je voelt je dan ook een echte racepiloot terwijl je je tegenstanders ver achter je laat. Ook kan je met alle wagens nog eens nitro gebruiken om nog sneller op te trekken of om nog een hogere topsnelheid te bereiken. Ook maakt het spel gebruik van een rewind-functie, die ervoor zorgt dat als je een slechte bocht neemt of gewoonweg je auto tegen een boom crasht, dat je door middel van de tijd terug te draaien kan herstellen van je fout. Ook kan je auto schade krijgen, alhoewel dat er niet veel toe doet, want het is enkel visueel dat je het ziet en het doet niets aan de prestatie van je wagen. Wel moest ik tijdens de intro even met de Formule 1 wagen over het circuit rijden, waar je wel een metertje had die de levensduur van je banden aanhaf. Hierdoor moest je zelf beslissen of je een pitstop nam of niet om van banden te wisselen tijdens de race. Hoe uitgebreid dat juist is, zullen we moeten afwachten op de volledige release, want er was geen Formule 1 playlist waardoor ik dat maar kort kon ervaren. Iets waar ik toch een beetje aan moest wennen in het begin is aan de besturing. Want die voelt toch net iets anders aan of wat ik gewoon ben van andere racegames. De game voelt een beetje aan alsof het tussen een Forza Horizon en een Need for Speed game in zit. Het is dus zeker niet super realistisch, maar net niet zo over de top als in Need for Speed. Hou je van dat soort arcade racers en hoeft het niet te realistisch te zijn, dan ben je op het Motorfestival op de juiste plek. Enkel voor de puristen en de simracers zal deze game misschien net iets minder weggelegd zijn. Wat mij ook direct opviel, was dat de liefde voor auto's van de game afdruipt. Zo zien we steeds bloedmooie cutscenes waarin de vele knappe voertuigen centraal staan. Ook is er een AI aanwezig die ons in de game begeleidt en die ons steeds interessante weetjes vertelt over het voertuig waarin we ons bevinden. No guidance system, no fancy electronics, just pure mechanics. So you can enjoy some actual mid-20th century sensations. Wat ook leuk is aan de Crew Motorfest is dat je ook de mogelijkheid hebt om met moto's, vliegtuigen en boten jezelf te verplaatsen door het meestal zonnige Hawaii.
Ook zit er een weersysteem in, waardoor het bij sommige races aan het regenen is. Iets waar je ook rekening mee moet houden terwijl je over de weg knalt. Want tijdens slecht weer zal je auto sneller door bochten heen driften, maar moet je dus iets meer opletten om controle te houden over je wagen. Ook heb je in het spel de mogelijkheid om uitgebreid al je voertuigen te upgraden. Denk hierbij aan een betere luchtfilter, een andere ophanging of iets visueel dat je mooi vindt. Je hebt heel veel opties om je wagen zowel sneller als mooier te maken. Grafisch is de Crew Motorfest zeker en vast een mooie game. De cutscenes zijn wel net iets mooier dan de gameplay zelf. Maar alles ziet er meer dan mooi genoeg uit. De omgevingen zijn divers en de thema's zorgen voor een mooie afwisseling. Het is niet de mooiste racegame die ik al ervaren heb, maar meer dan mooi genoeg. Alhoewel ik niet de grootste fan was van de eerste game in de reeks en daardoor deel 2 nooit speelde, ben ik door de beta wel nieuwsgierig naar het volledige spel. Met welke krachtpatsers gaan we in de andere playlist nog kunnen rijden en hoe zullen die aanvoelen? Ik ben alleszins al heel benieuwd naar de volledige release van de game die op 14 september uitkomt voor zowel PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X en S en de Xbox One, als ook de PC.